Wat is er gebeurd, Pieter? Nou ja, die jongen die liet dat hout los. En toen? Nou ja, kijk maar. Ah, ja. O jee. Ik heb al ooit een stroom neergeleurd. Keurig. Waar ben je? Misschien zit het op een pussefeest. Waarom weet je dat touw? Ja, weet ik niet, jou. Wat is het? Dan zit ik niet aan. Waar is dat waar? Weet ik, hè? Je gaat de tangen hier krijgen. Zo, door de dak met mijn netten vloggen. Ik heb hier zo'n kruis van. Bereik pijn in het water? Ja. Ja? Ja. Oh. Hij heeft nog in de hal. Ja, inzien. Heb ik me hier nodig, toch? Zeker, die ben je hard. Wat is dat ding, Roel? Welk ding? Vet pijn. Die loopt op een boot. Daarachterop, achter het blauwe tankje. Hij hebt hem! Charmes! What the fuck, man? Fjouwer PK Yamaha motor. Wat doe je nou, Pieter? Nou. Roel heeft de boel malen stoerd. Gemalen stoerd? Ja, gemalen stoerd. Nou, gelukkig heb je een schipperspet op die niet helemaal meer wit is. Dat is namelijk het beste. Je bent een pomp dan. Nou, daar heb ik erop. Hé! Klomp ook nog kapot. Geen andere klomp bij me. Godvergamey. Nou, gaan er ook nog wel bij. Hé! Wat harde meisje wat. Richard, we zijn hier gekomen. Ik ben hier het afvallen dier. Ja, dit is eigenlijk wat dom dat we dit. Lees hè, nooit weer een touw vallen let in het water. Nee.
Ik doe helemaal niks! Ik doe helemaal niks! Roem, het is gewoon oud drukken! We moeten dat min! Druk die gewoon vet! Grote draaikolk en hier! Moet je dat touw los? Wat ben dit touw ik best? Ben je los? Ben je los? Nou, gooi ze touw! Even eens even verslag, Pieter. Moet je nou een beetje koers houden, nou? Verslag, Pieter. Hoe ging het? Ja, het gaat hartstikke mooi. De slice ging bijna perfect. Komen we er toch achter, je moet eigenlijk niet te dicht achter het schip varen en er tegelijk een beetje uitgaan. Dat was wel mooi. Richard, wil jij even sturen? Nee, maar het ging hartstikke naar best. Ja. Een paar kleine botsingen, een beetje schade, maar... Nog oude boten, hè. Ik denk, misschien gaan we even naar Urk om een visje. Dan gaan we daarna naar de ketelbrug.
Ha, ha, ha.